Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft onlangs de Youth Officers geïnstalleerd. Er zijn 12 Youth Officers voor CARICOM Jeugdambassadeurs, 19 Youth Officers voor de UNSDG Jeugdambassadeurs en 5 Youth Advisors geïnstalleerd. Met de installatie van de twee korpsen wordt er invulling gegeven aan het jeugdbeleid waar de regering achter staat. Het CARICOM Jeugdambassadeursprogramma is er voor de Surinaamse jeugd. Het doet mij daarom enorm goed om te weten dat meer dan 100 jongeren voor deze functie hebben gesolliciteerd. Tijdens het sollicitatieproces hebben jullie bewezen dat jullie alles eraan willen doen om samen met ons het werk voort te zetten hier in Suriname. Verder weten jullie ook dat wij als CARICOM jeugdambassadeurs tezamen met de youth officers samen moeten gaan kijken naar een plan zodat wij het programma op een heel waardige manier hier kunnen gaan uitdragen. Het doet me daarom enorm goed dat u hier zit voor de grote dag, de installatie. U heeft verder ook getoond dat u alvorens de installatie zich heeft ingezet op het gebied van projecten. We hebben onlangs de 10K voor CARICOM Day georganiseerd, waarbij het korps zich heeft ingezet, ook al u nog niet geïnstalleerd was officieel, maar u heeft u ingezet om samen met ons het programma uit te dragen. Ik doe daarom wederom een beroep op jullie, om jullie hard in te zetten. We kunnen het werk niet alleen doen. Zonder jullie zijn we er niet. Zonder jullie kunnen wij de ministers van Sport en Jeugdzaken ook niet helpen om het jeugdbeleid naar een grotere hoogte te brengen. Het doet mij enorm goed om vandaag hier te mogen zijn bij dit heugdelijk feit. Omdat wij als jeugdambassadeurs nu ons team compleet kunnen maken. Omdat na deze installatie wij waardig kunnen zeggen dat wij een team hebben die ons zal ondersteunen. De UNSDG's, de United Nations Sustainable Development Goals, zijn simpelweg om de aarde een betere leefplek te maken voor mens, plant en dier. En als we kijken naar het aantal sollicitaties die binnen zijn gekomen, dan zien wij dat de jeugd of de jongeren van Suriname samen met ons het werk wil doen. Het is belangrijk dat wij vandaag, na de installatie, volwaardig kunnen zeggen dat we jeugdvertegenwoordigers zijn. Omdat we deel uitmaken van het Jeugdinstituut. En wij eigenlijk, los van de ideologie van onze ambassadeursprogramma's, ook de jongeren van Suriname mogen vertegenwoordigen. Als jullie goed hebben geluisterd naar mevrouw Georgette Grootvang en de heer Siverren, hebben jullie gehoord dat we bij CARICOM 100 zoveel kandidaten hadden en bij de UNSDG 70 zoveel. En u bent hier in een selecte groep van 20. Dus, voelt u het een beetje? Ja toch? Oké. Laat me beginnen jullie alvast te feliciteren. Toch, u zit hier omdat u bent voorgedragen door de ambassadeurs. Zij vinden dat u in staat bent het werk te doen. En dat gaat u ook bewijzen, ja toch? Goed zo. Ik wil u van harte feliciteren met de nieuwe functie die u vanaf heden zult bekleden. En dat gaat u doen voor 2 jaren samen met conform zittingstermijn van de ambassadeurs. U bent conform staatsbesluit nummer 2 van 10 januari 2017 gekozen als te zijn youth officers en adviseurs van de UNSDG en CARICOM jeugdambassadeurs. Het bekleden van deze functie
Zoals aangegeven door de voorgaande sprekers, gaat gepaard met uitdagingen. Maar daar bent u klaar voor. Mijn advies aan u is, blijf altijd gemotiveerd. En probeer de taken naar eer en geweten uit te voeren. U bent nu een voorbeeldfiguur voor de jongeren. De jongeren gaan naar u opkijken. En u weet hoe onze president daarover denkt. Hoor. Hij zegt altijd, we moeten de jongeren heel vroeg bij betrekken. U weet dat we portfoliohouder zijn binnen CARICOM voor jeugd. U gaat letten op de kleine dingen zoals op tijd zijn, altijd netjes gekleed zijn, want u bent een voorbeeldfiguur. Ik zeg niet dat u dat nu niet doet, maar we moeten er nu extra op letten, niet waar? Goed. Ik vraag u verder te handelen conform de taken en verantwoordelijkheden zoals u die zult krijgen, vervat in het schrijven die u straks gaat ontvangen tijdens uw installatie. Daar hebben we alles op papier gezet wat van u wordt verwacht. U bent als ondersteuning van de jeugdambassadeurs. We kennen de grote projecten die straks volgen. Als ik kijk naar UNSDG, het schoolpakkettenproject. Als ik kijk naar CARICOM, antidiscriminatieloop. Maar die twee ambassadeurs kunnen niet overal in het district zijn. Dus u gaat ze helpen. Ik wil u heel veel succes toewensen in het vervullen van uw rol bij het uitvoeren van de projecten. Voorts hoop ik dat jullie middels het promoten als ook het initiëren van projecten die betrekking hebben op de problematiek van jongeren op nationaal, regionaal en internationaal niveau een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Ik druk u nogmaals op het hart bij het vervullen van uw rol, de taken en verantwoordelijkheden goed door te nemen en daarop voor te borduren en geen beloftes te doen. Ik verwacht dat er een goede samenwerking zal zijn. Ook onderling, u bent niet alleen, het is Nationaal Jeugdinstituut, we hebben het Nationaal Jeugdparlement, we hebben de ambassadeurs, we hebben nu de twee korpsen en we hebben, ja, dus het is een totaal plaatje. We moeten altijd één team zijn en vanuit het ministerie kunnen jullie altijd rekenen op onze volledige ondersteuning. En we kijken uit naar een vruchtbare samenwerking, zodat we de gestelde doelen gezamenlijk kunnen realiseren. Waarom heb je gekozen om youth officer te worden? Nou, ik wil de jeugd uitdragen. Om youth officer te worden betekent dat je gaat moeten inzetten voor de jeugd van Suriname. En je gaat moeten klaarstaan voor de problemen die zich kunnen voordoen. Ik heb gekozen om youth officer te worden, maar ik wil teruggeven aan Suriname en in het bijzonder aan de jeugd. En als nieuwbakken youth officer, wat voor boodschap heb je voor de jeugd? Nou, voor de jeugd heb ik dat ze zich ons moeten blijven volgen. Blijf ons volgen, blijf de youth officers en ook de CARICOM en de UNSDG, blijf ons volgen. En doe mee aan de projecten. Doe mee aan onze infosessies als die er zijn. En zo kan je zelf ook bijscholen op verschillende gebieden. Dus doe mee en zet je in. Ik zal dus samen met de overige leden van het CARICOM Youth Ambassadeurs Programma, dus de ambassadeurs en de youth officers, de beleidsgebieden die dus uitgestippeld zijn voor jongeren in Suriname ten aanzien van CARICOM aangelegenheden. Dus daarmee zal ik me dus zo inzetten voor het werk. Ik heb dus nog niet specifiek nagedacht over een hoe of wat. Maar ik ben in ieder geval wel bereid om mij te committeren aan het werk. Waarom heb je gekozen om youth officer te worden? Omdat ik, voor mij is het dus een hele uitdaging ten aanzien van het ontwikkelen van mijn leiderschap. Dus kwaliteiten.
En ook omdat ik bezig ben met jongerenwerk. Ik ben aangesloten bij een paar jongerenorganisaties. Dus ik dacht van, ik kan ook hierbij ondersteunen. Dus daar heb ik ervoor gekozen om dat te doen. Aan de jeugd van Suriname wil ik meegeven om goed gebruik te maken van de mogelijkheden en de kansen die ze krijgen. En ook niet alleen daarop te wachten, maar ook mogelijkheden voor jezelf creëren. Vooral ten aanzien van het ontwikkelen van je persoonlijke groei, je leiderschapskwaliteiten. En één ding waarmee ik altijd leef is, you never lose, you either win or learn. Dus ik zou zeggen, nemen jullie dat mee. Wat is het doel van de installatie van de youth officer? Nou, het is formeel vastgesteld in het staatsbesluit waarmee we werken. Dat nadat de CARICOM jeugdambassadeurs zijn gekozen door het Nationaal Jeugdparlement, geïnstalleerd door de president van de Republiek Suriname, dat zij dan ook hun korps mogen vormen. Wij hebben een iets groter korps vanwege het aantal sollicitaties die we binnen hebben gehad. Het waren een stuk van 135. En vandaag hebben we de youth officers en de youth advisors geïnstalleerd. Maar het korps bestaat ook uit de supporting youth officers en de DC's, de districtscoördinatoren, die in hun district het programma zullen uitdragen. En om hoeveel youth officers gaat het? Er zijn vandaag 15 youth officers geïnstalleerd en je hebt ook 5 youth advisors. En daarnaast heb je dan de districtscoördinatoren, dat zijn er 13. En de overige zijn supporting youth officers die allemaal binnen een bepaalde werkgebied een onderwerp zullen uitdragen. In de CARICOM kennen we 4, dat zijn HIV en AIDS, gekoppeld aan reproductieve gezondheidszorg. We hebben ICT, we hebben regional integration, het regionale integratie anders gezegd. Dat zijn allemaal de werkgebieden die ze gaan moeten uitbuiten door middel van projecten en activiteiten. Oké, de installatie houdt in dat alvorens we zover zijn gekomen dat er ambassadeurs zijn gekozen. Je hebt de UNSDG jeugdambassadeurs. En daarnaast heb je de CARICOM jeugdambassadeurs. Het is de bedoeling dat zij dus dan vanuit de Surinaamse samenleving de jongeren die zich hebben opgegeven om te behoren tot de CARICOM ambassadeurs korps en SDG korps. Dus dan een selectie maken uit de aantal jongeren die zich hebben opgegeven. En die worden dus dan vervolgens door de minister van Sport en Jeugdzaken geïnstalleerd. En dat is de activiteit die vanavond heeft plaatsgevonden. En hoe blijkt u terug op deze dag? Wel, voor mij een heel zware dag, sowieso. Met alle voorbereidingen ernaartoe. Maar overal heel fantastisch, want we hebben nu uiteindelijk kunnen we zeggen het Nationaal Jeugdinstituut met alle organen compleet. En daarbinnen hebben we dus dan het Jeugdadviesraad, we de CARICOM jeugdambassadeurs met hun korps, we de SDG-ambassadeurs met hun korps en we hebben het Nationaal Jeugdparlement. Daarvoor was het incompleet, nu zijn we compleet, dus fantastisch. Bent u op de hoogte van de activiteiten die ze de komende periode zullen uitvoeren? We hebben vorige week nog een werkoverleg gehad met de ambassadeurs. En intussen weet ik dat ze werken aan de capaciteitsversterking van de groep. Dus ze hebben een groep officers nu moeten ze hun gaan trainen. Niet dat ze het werk niet kunnen, ze weten precies wat ze moeten doen. Ze hebben ook een installatiebrief meegekregen waarin de taken en verantwoordelijkheden staan. Maar daarna zijn ze bezig in het proces dat ze nu hun planning in orde maken. Die ze op hun beurt gaan indienen bij de directeur natuurlijk. En samen met het ministerie, dus de minister en staf, wordt er gekeken hoe deze ambassadeurs te faciliteren de komende periode.